Rokers in Engeland krijgen ZE-sigaretten aangeboden. 1 miljoen rokers in Engeland krijgen een gratis starterset voor e-sigaretten aangeboden als onderdeel van een nieuwe campagne tegen roken. Goede zaak? Volgens de Britse gezondheidsdienst NHS zijn e-sigaretten veel minder schadelijk dan gewone sigaretten. In Nederland zijn sigaretten onlangs een stuk duurder geworden. Per 1 april, en dat was geen grap, ging de accijns op tabak met 1,22 euro omhoog. De Britse regering noemt de zogeheten swap-to-stop-campagne een wereldwijde primeur op nationaal niveau. Bijna 1 op de 5 rokers in Engeland krijgt een pakket met alles wat zij nodig hebben om van tabak over te stappen op e-sigaretten. Daarnaast krijgen ze ook hulp om van hun rookgewoonte af te komen. Daarnaast krijgen zwangere vrouwen geldbeloningen aangeboden als ze stoppen. Ook wordt overleg gevoerd over het meegeven van informatie over het stoppen met roken. In pakjes sigaretten. Er zal harder worden opgetreden tegen de illegale verkoop van e-sigaretten. In de hoop te voorkomen dat kinderen en niet-rokers gaan roken. E-sigaretten worden volgens de regering steeds populairder onder jongeren. In 2019 werd het doel gesteld om Engeland tegen 2030 rookvrij te hebben gemaakt. Wat inhoudt dat slechts 5% van de bevolking rookt? Volgens een onafhankelijk onderzoek uit augustus 2022 zou dit doel zonder extra maatregelen minstens 7 jaar later worden bereikt. Momenteel roken zo'n 5,4 miljoen mensen tabak. Bij het roken van een e-sigaret wordt een vloeistof verdampt zodat die kan worden geïnhaleerd. De vloeistof bevat geen tabak, maar vaak wel nicotine. In dat onderzoek werd ook opgeroepen tot het omarmen van e-sigaretten als rookstopmiddel. We weten dat e-sigaretten geen magische oplossing bieden of geheel risicovrij zijn. Maar het alternatief is veel erger, stond in het rapport. Ook riep de onderzoeker op tot extra investeringen. Een verhoging van de leeftijd waarop iemand tabak mag kopen en meer inzet op preventie vanuit de NHS.